We zijn bij onze thuisclub. We spelen vierde dag vandaag van de competitie. Tweede thuiswedstrijd. We hebben een goede start gemaakt. En we hopen vandaag een mooi vervolg te geven. Nou, deze dag maakt bijzonder dat wij deze Eredivisie zien als een evenement. Iets waarmee we professioneel toptennis naar de jeugd eigenlijk in de regio brengen. We hebben vandaag provinciale jeugdkampioenschappen. Dus de beste uit de provincie spelen hier toernooi. En we kunnen dat heel mooi koppelen aan deze thuiswedstrijd. Zelf denkt Wouter dat er veel talent aanwezig is tijdens dit tennistoernooi. Hij ziet een mooie toekomst voor hen. We hebben een aantal fantastische kids hier uit de regio die het heel goed doen. Ze zijn heel jong, laten we zeggen 8, 9, eentje 10 jaar. Uit Nijmegen, uit Malden, hier vlakbij. Zijn hier vandaag met het toernooi voor hun. En zij kunnen na het toernooi hartstikke mooi aansluiten om hier de profs aan het werk te zien. Wouter vindt het zeker een aanrader om te komen kijken naar dit toernooi. Dat tennis een fantastische sport is. En een fantastische kijksport. En zeker het in evenementvorm. Ja, dat is fantastisch. Dat je en jeugd, de beste jeugd uit de provincie, de beste profs van Nederland, internationale toppers, subtoppers, gratis. Bij jou in de buurt hier in de regio is fantastisch. Voorheen trainde Wouter zelf de kinderen, maar daar heeft hij nu geen tijd meer voor. Een aantal heb ik getraind. Nu druk met andere dingen, waaronder het coachen van dit team, het managen van dit team. Maar ook mijn tennis- en padelbedrijf, wat ik met mijn compagnon doe. Dus mijn actieve rol op de baan als bijvoorbeeld trainer van deze mooie club, die heb ik overgegeven aan Matthijs van den Broek. En die doet het hier met een aantal fantastische clubtrainers. Dus mijn rol echt op de baan met de kids is nu ergens wel jammer, maar nu even wat minder. Ik speel een paar jaar professioneel. Dit is de derde keer dat ik bij Rapiditas meedoe. Ik tennis al wel langer dan dat, zeker. Ik ben op mijn 12e begonnen, dus nu alweer 17 jaar. Ik speel voornamelijk dubbel. Daar sta ik nu rond de 120 van de wereld. En in Nederland volgens mij van de enkel rond de 10-12 van Nederland. Sam verwacht dat hij een goede kans maakt om dit toernooi te kunnen winnen. Best wel groot. Ja, in ieder geval heel veel zin in. Het gaat een leuke wedstrijd worden. Maar ik heb vooral veel vertrouwen in het team.